kapotjong. De week voor de bekerfinale is iedereen in een ronde club in de ban van de cup. Ja, ja. En mij met een titel, hè. Oh, oh. Zware kost, hè. Materiaalmeester Jos en keeperstrainer Pierre trekken zoals beloofd te voet naar Scherpenheuvel. Er komt geen engde om. Er komt geen engde om, er komt geen engde om. Hun missie is een kaars branden voor de bekerfinale. Godverdikke, zeg. Amai. 47 kilometer en 800 meter is de afstand naar de basiliek. Amai, geweldig, zeg. Pierre haalt Scherpenheuvel. Dat is hier toekomen en ja, het leed is geleden, hè. Godverdikke, jongens toch. Marios net niet. Dat doet veel om te zien dat iemand zoveel over heeft voor zijn club. De dag daarna kwam hij, twee dagen daarna, kwam hij terug op de club en kon Jos niet meer stappen. Dat was heel emotioneel. En Jos is heel diep gegaan. Maar die kaars die moet en zal branden. Zeg, dat is hier voor een zaterdag, man. Pak ze goed in beeld, want dat gaat die hoge toon, hè. Opdracht volbracht voor Jos en Pierre. Ik denk als je zoiets ziet, dat je dan toch een extra stimulans krijgt om er meer dan 100% voor te gaan.